Ik ben tegen deze film. Ik vind het een onverstandige film en ik zal u gaan vertellen waarom. De geschiedenis van de Barneveld Groep is een uitzondering op de geschiedenis van de deportatie tijdens de oorlog van de Nederlandse Joden. Het gaat maar om 600 Barnevelders. Er zijn meer dan 100.000 Nederlandse Joden gedeporteerd en vermoord. Die Barnevelders zijn dus maar iets meer dan 0,5% van de Joden die uit Nederland zijn weggesleept en vergast. Wanneer je nou iets wilt leren over die massamoord, dan moet je dus kijken naar die 100.000 Nederlandse Joden die dood zijn. Die zijn afgeslacht. En je moet niet gaan kijken naar die 0,5% van Barnevelders die de deportatie hebben overleefd.